Senior Consultant New Energy Technologies bij DNV GL. Let u nog bij de les. Het gaat over, de man over waar ik het over heb, is expert in energietransitie. En dames en heren, voor een top 7 van innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie, graag uw aandacht voor Heike van de Vechten. Dank jullie wel iedereen. Leuk om hier te zijn. Ik voel me vereerd. Ik ga eerst eens iets vertellen over mezelf. Eigenlijk zie je hier in een notendop wie ik ben. Mijn prachtige vrouw Caroline, mijn prachtige dochter Sienje, mijn China-verleden, ik heb daar 3 jaar gewoond en gewerkt. En misschien ook heel leuk voor deze toepassing, voor deze, deze middag, waar komt mijn passie voor technologie en innovatie vandaan? Mijn vader die begon vroeger altijd al met van allerlei dingen bouwen. De waterput die je hier ziet is een van zijn creaties. Hij heeft een kruisboog ontwikkeld, hij heeft een vliegtuig in onze tuin gebouwd. Nou, het hield niet op. Daar is denk ik mijn passie ontstaan. En ik wil eigenlijk ook beginnen met iets heel leuks. Ik heb eigenlijk vandaag pappendag. En ik heb vandaag samen met Caroline iets heel moois ontwikkeld. Een innovatie op heel kleine schaal. Onze dochter die heeft een vreemde aandoening, heel zeldzaam. En die kan niet zo heel goed lopen nog. Dus we hebben dit ontwikkeld, naar de Gamma geweest. En dit in elkaar geknutseld. Een innovatie. Stel je voor een wereld waarin alle energie duurzaam wordt opgewekt middels zon en wind. Is dat mogelijk? Nou, ik denk van wel. Maar er zijn wel heel veel uitdagingen om dan te slechten. De technologie is er. Maar hoe ga je die technologie implementeren in het Nederlandse wereldenergiesysteem? En dan kijk je naar grootschalig, maar ook naar kleinschalig. Zoals je hier ziet. Hoe deel je energie in een buurt? Hoe wek je dat zelf op? Hoe gebruik je dat op de momenten dat het ook daadwerkelijk wordt opgewekt? Nou, dat is een hele belangrijke uitdaging. En dat is ook waar ik de energie uit haal in mijn werk. Hoe ga je dat vergelijken? DNV GL, zo heet het bedrijf waar ik nu werk. Toen ik er begon heet het nog KEMA. Daar kennen jullie het misschien wel van. Van de kerstlichtjes certificering, onder andere. 16.000 mensen tegenwoordig. Maar goed, ik werk in een klein team en daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. En wij doen alles op het gebied van energie, zou je kunnen zeggen. Distributie, transmissie, et cetera. Tot voor kort was dit mijn, aan de linkerkant mijn werkplek. Ik keek uit op een vliegwiel, daar vertel ik zo meteen nog wat verder over. En wat wij doen is eigenlijk integreren van duurzame energie in het energiesysteem, middels batterijen. Eigenlijk zag je net het filmpje van Elestor bijvoorbeeld. De zon, wind in het energiesysteem, wat heb je daarvoor nodig? Nou, ik wilde dit even laten zien, want ik zit in een heel bijzonder team, vind ik zelf. New Energy Technology Team. Hele interessante mensen, heel veel kennis, heel veel lol, heel veel ondernemerschap. En ik denk waar innovatie start is ook zeker in dat stukje ja, gezamenlijkheid en ergens achterstaan en goede ideeën samen ontwikkelen. Dit is even een plaatje om te laten zien dat de uitdaging zit in het integreren. Wij noemen dat systeemintegratie. Je hebt grootschalige wind, je hebt kleinschalig zon, je hebt allerlei gebruikers, grote steden. Alleen het past niet altijd. Zon en wind zijn onvoorspelbaar, variabel. Dus hoe zorg je ervoor dat opwek en gebruik op elkaar aansluiten? Nou, er zijn 4 methodes voor, waarvan ik er 2 wat meer ga toelichten deze presentatie. Demand-side management, dat betekent wanneer zet je je koelkast aan, wanneer zet je je vriezer aan, wanneer zet je je wasmachine aan, doe je dat op het moment dat de zon schijnt bijvoorbeeld. En opslag, sla je het op zodat je niet alleen, zodat je energie kan verplaatsen in de tijd. Nou, jullie hebben dit vast en zeker al wel allemaal gezien, hè? De grote media omtrent de Powerwall van Tesla bijvoorbeeld. Nou, BMW doet daar ook leuk aan mee. Je hebt de thermostaten die allemaal slim zijn. Je hebt de Energy Insight. Daarmee kun je gewoon zien wat je allemaal produceert en gebruikt. Nou, dat maakt de woning slimmer. Ik ga jullie een aantal interessante projecten laten zien waar wij mee bezig zijn geweest of mee bezig zijn. Dit is het HEMS Flow model, dat hebben we ontwikkeld voor een bekende partij in ons midden. Dat kijkt naar, hoe doe je dat dan? Zon, opslag in een huishouden. Wat voor verliezen, wanneer gebruik je het, wanneer gebruik je het niet? Wat voor technologie hoort erbij? Dit is de vliegwiel waar ik het net over had. Vliegwiel is eigenlijk een ontzettend oude technologie, alleen het is in een nieuw jasje gestopt. We hebben daar een laboratorium waar we een vliegwiel testen. Dat kan hele grote vermogens in een hele korte tijd leveren. Net op het moment dat er opeens heel veel wind of heel veel zon is, de mist trekt weg, dan kan zo'n systeem net die balans in het netwerk verspoedigen. Dit vind ik een interessant project, want
De automobielindustrie is heel ver in het ontwikkelen van batterijen. Maar wat als die niet meer van toepassing zijn op de auto? Nou, dan kun je ze dus gebruiken in woningen. Gewoon voor je eigen gebruik, voor het opslaan van je eigen opgewekte energie. En die batterijen die kun je in je huishouden doen, maar je kunt ze ook neerzetten op eilanden. We hebben samen met een aantal andere partijen het Pampus-project gedaan, waarin we gebruikte batterijen uit auto's neer hebben gezet en daarmee eigenlijk een hele duurzame, veilige omgeving hebben gegenereerd op Pampus. Geen aansluiting, et cetera. Zonnig koelen is ook een project wat ik even kort wil toelichten. Je kunt zonlicht ook opslaan in koude. En als je dat net even wat kouder maakt op het moment dat de zon schijnt, dan kun je die koude laten gebruiken voor fruithuizen in dit geval, de fruitsector, de fruitteelt. Een intelligent systeem om koude te doen. Dit is misschien een project wat jullie kennen, ik hoop het. Het heet Power Matching City. Het is in Hoogkerk, jammer genoeg nog niet in Arnhem. Wat daar gebeurt is, het is eigenlijk het allereerste smart energy demo project in Europa. Daar is buiten het huis gekeken naar elektrisch vervoer, mobiliteit, et cetera. Maar ook in het huis, wat kun je doen met smart appliances? Met een vriezer waar ik het net over had. Met een display waar je kunt zien wat je gebruikt, wanneer je het gebruikt en hoe je het gebruikt. Morgen trouwens op het Innovatiefestival gaan we een stukje van dit project laten zien. De What Connects tafel. Kom daar alsjeblieft even langs. Hartstikke leuk. Onder andere doen wij heel veel met het laten zien van die technologie. Het voelen van wat er gebeurt op het moment dat je iets al dan niet gebruikt. En wat is de consequentie daarvan? Nou, dat hebben we hier ook in Groningen laten zien. Een heel mooi project als je het mij vraagt. Dan kom ik bij mijn laatste slide alweer. Ik zie eigenlijk alles wat er om energie gebeurt en het klimaat en milieu als een bedreiging, maar ook een kans. Ik zie het als een enorme golf die eraan komt en zorg ervoor dat je met hem mee beweegt en gaat surfen in dit geval. En zie het als een kans. Dank jullie wel.